en 7. Radboud Universiteit. In 1655 richtte Nijmegen een hogeschool op die uitgroeide tot universiteit. De colleges gaven ze in de commanderie van Sint-Jan. Maar vanwege de pestuitbraak in Nijmegen, gevolgd door de Franse inval, sloot zij in 1679 haar deuren. Pas in 1923 werd de Katholieke Universiteit Nijmegen nieuw leven ingeblazen. Het was kantje boord. In de gemeenteraad stemden 16 katholieken voor tegen 15 niet-katholieken. De naam Radboud komt van de bisschop, geleerde en heilige Radboud van Utrecht, die rond 900 leefde. Deze naam betekent boodschapper van raad. Er zijn heden ten dage veel boodschappers. Er studeren jaarlijks ruim 22.000 studenten, waarvan bijna 2500 internationale studenten. Er werken 5.000 mensen bij de universiteit. Dat is wat anders dan de 189 studenten en de 32 medewerkers in 1923. Maar het ging niet altijd voor de wind. Zo eiste de Tweede Wereldoorlog de levens van hoogleraren Titus Brandsma, Robert Regout en Johannes Hoogveld. Vanwege verzetsactiviteiten werden Titus en Robert gearresteerd en overleden zij in het concentratiekamp te Dachau. Johannes werd om onduidelijke redenen een half jaar door de Duitsers gevangen gezet. Dit brak hem. Hij overleed in 1942. Tijdens het grote bombardement in 1944 verloor de universiteit meerdere gebouwen, zoals de hoofdlocatie aan het Keizer Karelplein. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam de universiteit echt tot bloei. Locaties in het centrum werden opgegeven. De bestaande en nieuwe faculteiten uit de jaren 50 vestigden zich op het voormalig landgoed Heijendaal. Op dit landgoed staat ook Huize Heijendaal van de familie Jurgens. Dit kasteeltje, nu onderkomen van de Faculty Club Huize Heijendaal, is in 1914 gebouwd in de Hollandse Renaissance-stijl. Er zijn hier nog veel originele wand- en plafondschilderingen te bewonderen. In 1951 verkreeg men de studie geneeskunde. Dat was de eerste faculteit op het landgoed. Maar studenten konden het geleerde pas in 1956 in de praktijk brengen, toen het Sint Radboud ziekenhuis erbij kwam. In 1973 bouwde men het Erasmusgebouw, met zijn 88 meter nog steeds het hoogste gebouw in Nijmegen. Daarna bleef de universiteit zich gestaag vernieuwen, zoals het bijzondere Huygensgebouw uit 2002, met de slinger van Foucault in de ingangshal, het Grotius-gebouw uit 2014, met haar 2900 vierkante meter glas, en met het klooster Bergmanianum uit 1929. In de Tweede Wereldoorlog vorderde de SS dit klooster voor het Lebensborn-project, voor het verwekken van een zuiver Arisch ras. Vandaag de dag is de Radboud Universiteit een brede universiteit. Zo zijn er relatief veel vrouwelijke hoogleraren. Nog een mooi statement. 4 minister-presidenten studeerden er. Louis Beel, Jo Kals, Victor Marijnen en Dries van Acht. Overigens zijn studenten zelf ook enorm te spreken over de Radboud Universiteit. Deze is al verschillende keren uitgeroepen tot de beste universiteit van Nederland. Naast het openbaar vervoer is de student ook aangewezen op het Stalen Ros. Maar je moet natuurlijk wel onthouden waar je je brik hebt neergezet. En les 1? Zet die twee wielen op slot!